Heel veel mensen vragen zich af, hoe staat Zuidoosten nu voor? En we zijn in een hele rare situatie beland. Ik merk het ook aan mezelf, ik merk het aan mensen met wie ik praat, dat we met z'n allen zeggen, wat is toch aan de hand? Waar kan ik mijn informatie verkrijgen? Hoe gaan we met elkaar om? Een bepaalde mate van ongerustheid. En die ongerustheid, die snap ik heel erg goed. Gelukkig is er een aantal initiatieven nu genomen, waaronder bijvoorbeeld voor elkaar Amsterdam.nl, waar u naartoe kunt gaan. Maar er zijn ook mensen die zijn laaggeletterd en die hebben of hebben geen mogelijkheid om naar internet te gaan. En hoe gaan we die bereiken? Is een grote zorg van mij. Ik hoop zo ontzettend dat kerken en moskeeën en de religieuze leiders en onderwijzers en mensen in de omgeving ook verantwoordelijkheid nemen om met elkaar te praten over wat er allemaal mogelijk is. Want er is echt wel, een paar dingen zijn wel echt mogelijk. Alleen mensen moeten het weten. Ik wil wel zeggen, als u met anderen gaat praten, neem alsjeblieft wel die 1,5 meter afstand van elkaar. Ik sta nu op hele verre afstand ook van onze cameraman onder andere. Omdat het echt heel gevaarlijk is om met elkaar heel dicht bij elkaar te gaan staan. Ik ben zelf ongerust over het feit dat kinderen en jongeren in de parken met elkaar gaan voetballen en gaan sporten. Ik snap het. Ik snap dat je gek wordt in het huis en dat je denkt, ik wil naar buiten. Maar alsjeblieft, ga naar buiten, maar pak die afstand, 1,5 meter van elkaar. Dat is niet alleen voor jezelf heel belangrijk, maar het is juist belangrijk voor de mensen waar je van houdt. Je oma, je opa, je vader, je moeder. Hou hun gezond. Doordat wij als iets jongere mensen afstand van elkaar houden, zorgen we dat onze ouderen in de samenleving ook heel erg gezond kunnen blijven. Zijn er al gevallen van coronavirus bekend hier in Zuidoost? Heel veel mensen vragen mij ook van, hey, zijn er al gevallen van corona bekend in Amsterdam Zuidoost? U kent mij, ik wil u heel goed informeren. Ik heb die informatie op dit moment niet, dus ik weet het gewoon niet. Het is niet tot mij gekomen. Misschien is dat geruststellend, want dat is het er niet. Maar nogmaals, ik heb de informatie niet en ik wil niet zomaar zeggen, oh, het is er niet en dan horen we straks, het is er wel. Maar bij mij is die informatie niet geland. Als u het zou krijgen, zou u het dan zeggen of mag u wel eigenlijk alles zeggen? Er is ook nu een hele rare situatie. Ik zeg dat de hele tijd, maar ik vind het ook echt een rare situatie. Bijvoorbeeld is er nu zogeheten griep 4. Dat zijn ambtelijke termen om te zeggen dat het een hele andere situatie is. We spreken van een noodverordening. Dus ook een stadsdeelvoorzitter weet niet alles en mag niet meer alles. Alles gaat vanuit een bestuurlijk team wat is samengesteld. Dat betekent dat heel veel vragen die mensen ook aan mij stellen, daar heb ik het antwoord gewoon niet op. En dan moet ik zelf gaan zoeken naar antwoorden. En dat wil ik met genoegen doen. Daarom ben ik ook blij dat Zuidoost TV de verantwoordelijkheid neemt om met mij samen u de komende tijd van filmpjes te voorzien. Dus alle informatie die u wil hebben, waarvan wij nu op dit moment het antwoord nog niet hebben, meld het ons, meld het aan Zuidoost TV, zodat wij wel op zoek kunnen gaan voor u naar de juiste informatie. Dit is slechts het eerste filmpje, maar we gaan er nog meer maken, voor zover onze gezondheid het toelaat. Gaan wij die filmpjes blijven maken, om u te informeren. Dus alles wat u wil weten, alsjeblieft, laat het Zuidoost TV weten. Waarom is het zo dat u niet alles mag zeggen en niet alles weet? Ja. Kijk, waarom ik niet alles kan zeggen en niet alles weet, is omdat er een hele spannende situatie is. Er is een griep 4, dat is een noodsituatie in Nederland. Het is gewoon niet zoals het altijd is. Dus ook een stadsdeelvoorzitter moet niet voor de voeten gaan lopen van die mensen die op dit moment gewoon met echt de vitale dingen bezig zijn. Zorgen dat we zorg krijgen, zorgen dat een aantal dingen blijven lopen, dat het veilig blijft. Daar moet ik hun niet voor de voeten gaan lopen. Hier achter ons staat de voedselbank. We zien dat er nu wel uitgedeeld wordt, toch? Ondanks dat de buurthuizen dicht zijn. Sommigen maken zich druk dat het voedsel op is, want Ja. Er was ook een tijdje een gerucht dat de voedselbanken helemaal niet meer zouden leveren. We staan hier achter Bonte Kraai en we zien dat de voedselbank wel open is. Er is een zorg en die zorg is, zal er voldoende voedsel blijven? Er zijn gelukkig heel veel initiatieven, ook van restaurants en van mensen die dus gewoon voedsel over hebben, die nu soep maken en andere zaken. Dus ik hoop ook echt dat we met z'n allen de verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat we niet als gekken gaan hamsteren en voor alles en nog wat gaan doen, zodat de minder bedeelden in onze samenleving ook gewoon eten hebben. Maar krijgen die mensen die naar de voedselbank moeten berichten of kunnen ze gewoon gaan?
De voedselbanken zijn op dit moment nog open. Ik zal zelf zorgen dat ik bij het volgende filmpje precies goed weet wat ik aan u kan vertellen over de voedselbanken. Want voor zover ik nu heb achterhaald, was het vooral van: zijn de voedselbanken open? We zien dat de voedselbank inderdaad open is. Maar voor hoe lang, op welke manier, dat komt in het volgende filmpje weer terecht. Dan is er ook nog de vraag of mensen in Zuidoost zich kunnen gaan testen op corona. Op dit moment is de medische zorg daar heel terughoudend over. Als je je niet zo heel erg goed voelt, dan bel je naar de huisarts. En de huisarts zal dan zeggen van: blijf vooral thuis. En dat is eigenlijk uit voorzorg, want ze willen dat er zo min mogelijk besmetting is. Dus het beste is dan om thuis te blijven. Maar als de klachten verergeren, dan kun je weer naar de huisarts bellen. En dan geven zij aan of je wel of niet andere zorg nodig hebt. Als u heel bezorgd bent, ga vooral naar de betrouwbare website. Een van de meest betrouwbaarste website is die van de RIVM. Ik ga hem goed herhalen. www.rivm.nl. Ik herhaal www.rivm.nl. Daar staat helemaal de stappen die u kunt nemen. Er zijn mensen die slecht horen, doof zijn, Spaans, Twi of iets anders spreken. Ja. Hoe worden die bereikt? Ja. Ons stadsdeel kent 170 nationaliteiten. Dat betekent dat niet alleen Engels en Nederlands en zelfs Spaans van toepassing zijn, maar ook andere talen. Op dit moment is er in heel veel talen wel al informatie beschikbaar. We hebben zelf als Zuidoost ook aangegeven dat we nog meer talen hebben en de afdeling communicatie van de gemeente, die hebben we dat signaal gegeven. En ik hoop echt dat ze het heel snel gaan oppakken. Het signaal ligt daar. En ik ga nogmaals ook maandag u informeren hoe ver ze zijn. Maar het signaal is er. Is daar gelegd waar het hoort. En dan is daar die enorme ongerustheid. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er komen? Maar ik denk zelf dat we ook overal hoop moeten zien en hoop moeten zoeken. Bij elkaar, maar ook gewoon in de omgeving. Als u bijvoorbeeld hier achter me kijkt, dan worden de bomen gesnoeid. En er zijn de kinderen die spelen. Ik hoop dat ze 1,5 meter afstand houden trouwens. Maar dat is wel echt belangrijk. Tegelijkertijd weet u, we kunnen elkaar allemaal de put in praten. Dat moeten we vooral niet doen. Natuurlijk zijn we ongerust. Maar laten we ook balans met elkaar zoeken. Laten we die oma of opa van ons even opbellen. Vragen hoe het met ze gaat. Maar ook buurman, buurvrouw. Even bellen. Hoe gaat het met u? We kunnen niet in persoon overal naartoe. Is vooral voor ons in Amsterdam-Zuid heel moeilijk. Want wij zijn van die Brassa's. Maar we gaan nu niet de echte Brassa kunnen geven. We zullen een virtuele Brassa aan elkaar moeten geven. Want het is nu even niet anders. Als u zich echt in de put voelt, er zijn telefoonhulplijnen. En daarnaast is er ook wat ik zelf doe. Misschien dat het u ook helpt. Wat ik zelf doe is dat ik gewoon echt steeds naar mezelf terug ga en mezelf moed inpraat. Maar soms ook gewoon vriendinnen bel of vrienden bel en zeg: hey, voel jij je ook zo? Het helpt om samen met elkaar dit gesprek te blijven voeren. We hoeven niet te doen alsof het allemaal heel normaal is en wees maar sterk. Want soms is het ook dat we juist in dat angstige, dat met elkaar delen, dat iemand net met die goede tip komt. Net met die virtuele Brassa komt waarvan je denkt: hey, laten we ervoor gaan. Ik ben nooit en ook nooit blij met allerlei geluid op de achtergrond. En nu op dit moment ben ik vreselijk blij met geluid op de achtergrond. Want dat betekent dat we leven, dat we doorgaan. En laten we vooral met elkaar doorgaan. Ik zie u heel graag maandag weer. Laat uw vragen aan ons weten. En in de tussentijd, zorg alsjeblieft voor elkaar en voor uzelf. Tamboe!